Coördinator bij de gemeente en onder andere verantwoordelijk voor het aanleg van Park Assenburg Oud-Haarlem, waaronder deze unieke kasteeltuin achter slot Assenburg. U bent in grote getale aanwezig om de officiële opening van deze kasteeltuin mee te maken. Een tuin anno 2011 naar een ontwerp uit de 17e eeuw. Wij keren dan ook even terug naar die periode en als, zoals u ziet, verschijnt daar heer Jean Deutsch, koopman, bankier, regent en toen eigenaar van slot Assenburg, met gevolg. Jean Deutsch heeft de oorspronkelijke tuin aangelegd, maar de Gentenaar uit die periode, tuinman, verantwoordelijk voor de aanleg van de kasteeltuin, speelt eveneens een belangrijke rol in de komende scène, waarbij het verleden zich zal transformeren naar het heden, opdat de burgemeester hier in het heden de officiële opening kan verrichten. Als de burgemeester straks als openinghandeling op... Ik, Jean Deutsch, als kasteelheer, in mijn gade Maria Borrell, groeten. Ieder jaar
1634 ben ik in het bezit gekomen van slot Assenburg. Enigszins vervallen en omgeven door wildernis. Na de eis van de tijd heb ik het slot laten verbouwen en de tuinman opdracht gegeven om een fraaie kasteeltuin aan te leggen. Hiervan getuigen oude tekeningen. Toen deze gereed was, heb ik aan schout van Heemskerk Adriaan van Koeverhoven gevraagd om bij de tuin een oogje in het zeil te houden, zodat deze niet door vandalen zou worden beschadigd. En hoe het verder is verlopen, zal Nicolaas de tuinman u verhalen. Nicolaas, bent u aanwezig? Die vijver te groot. Nicolaas, petit vee. Hier ben ik. Ik ben Nicolaas Petitveu, de tuinman van meneer Jean Deutz. En ik heb deze tuin mogen tekenen en aanleggen en onderhouden. Het was een prachtig mooie tuin en meneer Jean Deutz was er erg trots op. Hij noemde het ook een pronktuin. Het was ook een tuin om te pronken onder alle welgestelde mensen hier in de omgeving, maar ook daarbuiten. En dit was een tuin om je vingers bij af te likken. Een Franse baroktuin. Een stijltuin. In symmetrie aangelegd. Binnen een hagenpartij. Met een amfitheater eindigend in een venster. Een spiegelvijver. Parterres met broderies. Een broderie. Borduurwerk van Hagen. Man in de 18e eeuw. Ja. Het was in de 1800 tot 1800 was het de pruikentijd. Maar ja, dat ging op een gegeven moment over. Toen begon het in Frankrijk te rommelen. De Franse revolutie. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. U kent het allemaal. Napoleon kwam ook nog even langs. En toen waren ze echt alle Fransen zat. Men wilde wat anders. Men deed dus een jasje uit. En ook, ja, die pruik, daar had je ook niks meer aan, die was er niet meer. De chapeau ging af. En de pruik ging af. En ja, in de loop van de tijd werd de tuin in Engelse landschapstijl keurig netjes aangelegd, maar niet symmetrie. Niet die mooie architectuur van die tijd. Heel andere architectuur. Dus wat gebeurde er? Je kreeg dus geen vergelijking meer met de tuinen van vroeger. Want alles wat Frans was, moest weg naar Napoleon. De Fransen, daar hadden ze zo'n hekel aan. In heel Nederland werden alle Franse tuinen weggehaald. Ook de edelen werden met andere ogen bekeken. Dus ook die mensen hadden het wat moeilijker. En langzaamaan, ja, werden de inkomsten ook wat minder. Daardoor konden ze hun broek niet meer ophouden. Dus die ging ook uit. Beetje op water. Ja, het ging dus niet goed met de welgestelden, maar ook met het kasteel ging het niet goed. Vooral toen de laatste teller van de Deutsche, mevrouw Deutz Willink van Assendelft, de pijp aan water gaf, uiteindelijk sneuvelde. En het kasteel raakte verder in verval. Het werd nog even gebruikt voor hospitaal, voor de cholera-patiënten. En er werd nog een tijdje les gegeven. Ik weet niet onder wat voor omstandigheden. Het zal niet al te best geweest zijn. En toen zag je ook het kasteel eigenlijk zodanig vervallen dat de eigenaar zijn kasteel verkocht voor 1 gulden aan het Rijk. En het Rijk heeft daar weer een mooie jeugdenberg van gemaakt. In 1933 was de jeugdenberg zodanig
het kasteel zodanig weer ingericht dat je dat als jeugdherberg dienst kon doen. Dus vanaf die tijd is dat al benut door de mensen die daar langskomen. De tuin. Jij begon net met de tuin. Nou, nog veel beroerder. Want de grond werd verkocht. De bovengrond, de rijke bovengrond, werd afgespit en weggedragen naar particuliere tuinen. Het werd verkocht, de bovengrond. Wat overbleef, was een vieze, vette kleilaag met grote kuilen erin. Van de vijver en de grachten. En helaas, het werd nog erger. Het werd vuilnisbelt. De vuilnis van de gemeente Heemskerk werd gestort op dit terrein. Enorme toestanden. Nu, toen was het gewoon. Elk gat werd volgereden. Eind van de 20e eeuw. Het college van BMW neemt een goed besluit. Een fantastisch besluit. Om het gebeelte, het park hier, of de terrein hier rond het kasteel, om te toveren tot park. En daarin stond ook een kasteeltuin getekend. Want daar was die gravure nog van. Gelukkig. Die tuin mocht weer aangelegd worden. Het duurde wel even. Rond 2008 begonnen we met herstel. En ik ben dankbaar dat ik daarbij betrokken ben geweest. En nu is het resultaat. Daar ben ik trots op. En daar mogen we allemaal trots op zijn. Ik kan dat misschien omschrijven door de volgende zinnen. Wat een geluk. De tuin is terug. Het kasteel en Heemskerk staat op de kaart. En het is de moeite waard geweest om dit tot stand te brengen. En ik hoop dat iedereen er veel plezier mee mag beleven. En allemaal wat meer het groene gevoel krijgt. Ik wil danken aan allen die hier aan meegewerkt hebben. Aan de gemeente. Aan in bijzonder John Kunst. Die zelfs als weg- en waterbouwer een groen hart heeft gekregen. Aan de aannemers. Veel aannemers ben ik dankbaar. In bijzonder Jan van Egmond. De plaatselijke hovenier. Die zoveel groene passie heeft. Ook voor deze kasteeltuin. Aan alle leveranciers. Aan alle mensen, bureaus die erbij betrokken zijn. En in bijzonder ook aan alle vrijwilligers. Want de laatste maanden was het heel hectisch. En we hebben deze tuin tot dit resultaat kunnen brengen. Dankzij de vrijwilligers. De hoftuiniers. En vandaar de insigne die zij bij zich hebben. En ze zijn ook herkenbaar met dat embleem. De hoftuiniers. Dank u allen. Ik wil bij deze gelegenheid de tuin graag overdragen aan de burgemeester. Dat doe ik door hem een schop te geven. Nee, ik geef hem een graaf. Een spade. Ik word gecorrigeerd. Er staat niet veel op. 10 juni 2011. Opening kasteeltuin Heemskerk. En ik hoop dat deze spade ooit in het onderkomen van de vrijwilligers komt. Van de hoftuiniers komt. Die destijds, waarvan destijds beslissing is genomen. We kunnen daar bij de muur iets plaatsen. En dat het een mooi gebouw wordt, een gebouwtje wordt om de hoftuiniers waardig te ontvangen en samen een bakje koffie te drinken. Dan bent u ook alle welkom. Ik geef nu de spade over aan burgemeester. Grand cadeau. Spectaculair. Dames en heren, een kasteeltuin in oude glorie hersteld. Een tuinman, ontwerper van deze tuin naar oorspronkelijke gravures. Heel veel werk verzet, onuitputtelijk. Dat bleek ook wel uit de woorden die hij net sprak, want we hadden de toespraken goed op elkaar afgestemd, maar ik hoef een drie vieren niet meer te zeggen, want dat heeft hij inmiddels gedaan. Wat ik wel kan zeggen, is dat het gemeentebestuur trots is op deze tuin, maar de tuin is nog niet helemaal af. U ziet achter u een levend beeld, en dat wordt straks een versteend beeld. Een beeld van nu met een knipoog naar het verleden, of misschien wel een beeld van vroeger met een knipoog naar de toekomst. Dat beeld moet nog verschijnen. Deze dame is hier tijdelijk. Kijk, andere zijde. Dat doet dat beeld van ons straks niet.
Wat ook nog niet is aangelegd is de parkeerplaats aan de achterzijde van de muur waar vroeger gebouw gestaan heeft, de stallen gestaan hebben. En wat ook nog niet is gerealiseerd, en meneer Brandjes noemde het al, is het gebouwtje wat we hopen te realiseren voor de vrijwilligers die hier de tuin onderhouden. En ik kijk met een schuin oog, en ik weet niet of ze aanwezig zijn, maar naar de Rijksgebouwendienst, want er moet mij van het hart dat het toch niet kan met zo'n mooie tuin en zo'n mooi kasteel, dat er een armoedige trap waar de heer Dirks net moest afdalen is. En ik zou graag zien, en we moeten maar kijken in welke vorm we dat met elkaar kunnen gieten, dat het een waardige trap is die bij het kasteel hoort, die een verbinding legt met deze mooie tuin, maar tevens een groot terras in het water, opdat een ieder hier uit kan kijken over de tuin onder het genot van een kop koffie. Dat zou een welkome verrijking zijn van dit gebied. Dan, alvorens ik de opening mag verrichten, wil ik inderdaad allen bedanken die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze tuin. Allereerst de raad van de gemeente Heemskerk, die de moed heeft gehad in 1997, in de vorige eeuw, om een besluit te nemen voor de toekomstige eeuw. Een besluit te nemen voor de aanleg van dit fantastische park Assenburg Oud Haarlem, waar deze kasteeltuin als sluitstuk een onderdeel van is. Het is mogelijk geweest door de daadkracht van de raad. Het is mogelijk geweest omdat we toen nog dachten dat de bomen die hier staan, ze rekken nog iets hoger straks, maar tot in de hemel gingen. Dat is niet meer zo. Ik denk dat in deze tijd een tuin en een park als deze veel minder makkelijk tot stand zou zijn gekomen. Maar wie visie heeft, kijkt ver vooruit, en dat heeft de Raad van Heemskerk gedaan en is tot dit wijze besluit gekomen. Die bijgedragen hebben en in de toekomst zullen bijdragen. Het wordt nog een hele klus om te zorgen dat die organisatie als Monsieur Le Petit Feu niet meer onder ons is. En dat zal nog heel lang duren, maar er komt een moment dat hij de organisatie dan moet overdragen en de begeleiding aan vrijwilligers overdragen aan anderen. Ook dat is nog een taak waar invulling aan gegeven moet worden. Ik hou u niet langer op. Ik mag de opening verrichten van dit prachtige park, deze mooie kasteeltuin. Het wordt een tuin van bovengemeentelijke allure. En ik heb mij laten vertellen dat het een tuin is die kan concurreren, zeker als die in volle wasdom is, met de tuin van Paleis Het Loo. De tweede tuin van Nederland. Ik denk een fantastische toeristische trekpleister ook voor de regio Eimond. En daarin heeft de gemeente Heemskerk zich al vaker heel sterk laten zien. De gemeente Heemskerk is trots op deze tuin. Vroeger was de tuin alleen bestemd voor de welgestelden, maar met deze tuin bent u allen, Heemskerkers, zeer welgesteld. En daarom draag ik nu graag met de opening deze tuin over aan de inwoners van Heemskerk. Als u allemaal goed oplet. Met investeringen van meer dan 1 miljoen in een tuin uit het verleden krijgt u een unieke kasteeltuin om te genieten in de toekomst. Heemskerk is vandaag nog mooier geworden. We waren al groen in Nijmond. We hebben nu ook een plek die zich kenmerkt door rust en schoonheid. Heemskerk is van u deze prachtige tuin. Namens het gemeentelijk bestuur, wij hopen u hier vaak te mogen begroeten. Dank u wel. Yeah.